Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie leren hoe je humus maakt. Wat hebben we nodig? Gedroogde kikkererwten, komijn, korianderzaad, ras el hanout, kaneelstok, gesneden ui en look. Hier hebben we onze kikkerertjes. Kikkerertjes die worden eigenlijk heel veel gebruikt in de Afrikaanse keuken, in de Marokkaanse keuken. En we gaan eigenlijk een humus maken, dus eigenlijk een soort puree van kikkererwten. Dus wat gaan we nu eerst doen? We gaan nu eerst die kikkerertjes onderzetten in water. En die gaan we 12 uurtjes laten rusten in de koeling. Dus je ziet, de kikkerertjes die hebben eigenlijk 12 uurtjes rust in de koeling. En ze zijn eigenlijk verdubbeld in dikte. Dus eigenlijk, de gedroogde kikkerertjes zijn eigenlijk al het vocht van het water opgenomen. Die gaan we nu mooi afgieten. Nu nemen we een kookpot, doen er wat olijfolie in. En we gaan de olijfolie mooi laten opwarmen. Dan nemen we een teentje look. Dan gaan we het groene gedeelte uit de look halen. Dat gaan we mooi fijn snijden. Dan gaan we de look mooi aanstoven. Nu nemen we een kaneelstokje. Kaneelstok gaan we lichtjes kraken. Wat komijnzaadjes erbij. Korianderzaad. En dat gaan we nu heel mooi laten aanroosteren in de olijfolie. Met de look. Zodanig dat onze specerijen alle aroma's en smaken mooi loslaten. Nu doen we onze gesneden ui erbij. Wat afkruiden met grof zeezout. Wat peper. En we kruiden af met ras el hanout. Ras el hanout is een Marokkaanse kruidenmengeling. Het is van verschillende specerijen die heel veel gebruikt wordt in de Marokkaanse keuken. Nu doen we onze kikkerertjes erbij. Dit gaan we mooi bevochtigen met kippenfond. Kikkererwtenpuree, die gaan we nu zachtjes laten koken gedurende 30 minuutjes. Dus de kikkerertjes, die hebben een half uurtje gekookt. Je ziet, alle kookvocht is volledig mooi gereduceerd. En je ruikt echt de Marokkaanse keuken. Kaneel, komijn, korianderzaad, alles zit erin. Ras el hanout. Nu gaan we kaneelstokjes eruit halen. En nu gaan we onze puree mooi glad mixen. Dus we gaan nu nog een klein beetje kippenfond toevoegen. Wat olijfolie. De puree die is mooi glad gemixt. En nu gaan we de puree nog juist eens door een mooie fijne zeef doen. Zodanig dat die super glad is. Puree van humus. Een Marokkaanse puree. Op basis van kikkerertjes. Dit is voor mij een basispuree dat ik heel veel gebruik in mijn keuken. Wat we ermee zullen doen, ziet u in een volgende aflevering van First Class. Zeker lekker!